Dames en heren, we zijn in Amsterdam en zitten bij Amsterdam Vintage Watches. Ik heb weer een fantastisch horloge om, maar ik heb ook wat nieuws voor jullie. Jasper en ik gaan een nieuwe serie maken. Dat doen we hier bij Amsterdam Vintage Watches. En daar gaan wij horloges checken in die serie. Weet jij niet of die echt is? Weet jij niet hoeveel die waard is? Weet jij niet waar die vandaan komt? Laat het ons weten. Laat je horloge zien aan Jasper. Gooi het even in de DM bij Amsterdam Vintage Watches. En wie weet mag jij langskomen om jouw horloge hier in onze nieuwe serie te laten checken. Yes. Toch? Ja man. Dat is duidelijk, wordt hè? Leuk. Mooi, dan gaan we nu door naar Watch This. Want we hebben weer nieuwe horloges voor jullie. We hebben horloges die niet direct gedragen zijn door criminelen. Maar dit zijn de horloges die criminelen hadden, toch? Klopt, ja. Mooi. Wat heb ik vandaag om? Om het over criminelen te hebben. Om het over criminelen te hebben en om het over de horloge van de week te hebben. Onze grote vriend Thijs hier noemde hem al kietjerig en lelijk. Ja, dat is gelijk einde van zijn contract. Precies, klaar. Ik vind het echt een prachtig horloge, eerlijk is eerlijk. Ja. Ik waardeer hem. Zoals jij al zei, parels voor de zwijnen. Wat is er, Thijs? Ja, jij maakt hem belachelijk, dit horloge. Hoe duur is het? Waarde van is 20.000 euro. 20.000 euro, Thijs? Wat heb ik om mijn pols? Het is een Julius Nardin. En de wijzerplaat is vooral echt een kunstwerkje, letterlijk. Het is gemaakt van emaille. En dat is een hele moeilijke techniek waardoor je hele felle en sprekende kleuren op een wijzerplaat kan krijgen. Wauw. Ik vind hem wel, ik zou hem zelf niet dragen, denk ik, en ook niet kopen. Misschien als investering. Maar ik ga hem zeker niet kitsch noemen. Nee. Nee, want ik hou wel respect. Ja. Ja, sommige mensen hebben dat gewoon niet. Oké, we gaan door. Vandaag hebben we het over horloges van bekende criminelen, minder bekende criminelen. We doen niet eerst het horloge wat ik om heb. Dat sla je gewoon over, dat stukje. Sorry, je hebt gelijk. Oh. Om over criminelen door te gaan. Nee, ik heb gekozen voor een horloge. Is dit met een... Struisvogel in de band. Ja. Ja. Wauw. En ik heb gekozen voor de Memo Fox. De Memo Fox. Memo staat voor... jezelf herinneren. De Fox is het geluidje. Dit is de Businessman's Watch in de jaren 50. Moet je horen, komt ie? Dat klinkt echt heel kermis. sorry. Het klinkt echt heel kermis. Maar er zal van alles... Waarom moet hij dat doen? Is hij heeft een akoestisch alarm, wat eigenlijk heel bijzonder was. Ik weet niet welke verschrikkelijker is nu. Ja, laten we eerlijk zijn. Deze is top, man. Ja, moet je voorstellen, vroeger in de jaren 50, jaren 60, belangrijke zakenmannen die herinnerd moesten worden aan hun afspraak. Ja. Heb je zo'n enorme boardroom met allemaal hoge pieven en dan hoor je op een prr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 
komt, maar heb je een super belangrijke afspraak. En dan hoor je denk dan neemt toch niemand je meer serieus? Oké, en door. We gaan het hebben over deze horloges. Wacht heel even, wat is... Ze is wel de coolere Memo Fox. Memo Fox, wat kost die? Heel beperkt, 4000 euro. Nou, vind ik niet heel beperkt. Voor zo'n mechanisch kunstwerk? Ja? Oké, nou duidelijk. We gaan door. We hebben allebei niet echt mijn favoriete horloge om, maar ik kan het wel waarderen voor wat het is. Leuk om wat anders te laten zien. Wat hebben we hier staan? Ja, we gaan het dus hebben over echt grote criminelen uit de historie. En als je aan criminelen denkt, dan denk je vooral aan één man. En dat is Pablo Escobar. Ja. En denk je aan één horloge. En dat is de D-Date. Want de D-Date is altijd al een statussymbool geweest. Nou ja, vandaag de dag nog steeds. We kennen de naam van de bracelet, de President Bracelet. Ja. Dus dat geeft al aan dat het voor mannen voor structuur was. En dat was ook zo in de onderwereld. En Pablo had deze alleen dan helemaal ingelegd met diamanten, toch? Ja, dus Pablo had zelf deze. Maar waarvan ook de band was ingezet met diamanten. Destijds had hij daar heel veel geld voor betaald, maar als hij is, hoeveel hij verdiende, dat was peanuts voor hem. Oude penozen, Cor van Hout, etc. hielden ook van de D-Date. Ja? Hetzelfde geldt voor Pablo. Maar die Pablo had hem helemaal ingelegd met diamanten, toch? Ja, om hem nog opzichtiger te maken en nog meer te laten zien dat hij de baas was, had hij hem nog helemaal laten inzetten met diamanten. Het zal echt een vermogen hebben gekost om te laten doen, maar zijn horloge werd nadat hij opgepakt is geveld. Weet je voor hoeveel die ging? Nee, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200. $8,500. $8,500. Ja. Werd die verkocht? Klopt, op een maar veiling. Maar zoveel is, hij was meer waard toen toch? Veel meer waard, alleen het ding was, mensen durfden hem niet te kopen. Ze waren bang als ze hem kochten, dat er dan nog crime families achterna gingen om de horloge terug te halen. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat je even een horloge in je kluis hebt liggen, dat je denkt, oh, ik heb nu een koopje. Ja. En dan komen ze binnen hoor. Ik had hem graag gekocht, die weet van je Pablo. Ook, weet je ook waar die naartoe is gegaan, wie hem heeft gekocht? Dat is anoniem geweest en dat is ook voor de
protectie van de koper. Kan je wel begrijpen met deze vorige eigenaar. Snap ik. Ja. Dan gaan we hier naar de dresswatch, toch? Ja. Iets simpeler, duidelijker. Wie droeg deze? Wie was de fan van dresswatches? Kijk, de jaren 50 kenmerkte zich in Amerika van de georganiseerde misdaad door stijlvolle Italianen. En stijlvolle Italianen horen een Patek Philippe dresswatch te hebben. Een van de stijlvolste en succesvolste criminelen was Lucky Luciano. Lucky Luciano? Ja, man. Ja. En hij had dit om zijn pols. Hij bezit er meerdere. Eén van die Patek Philippe's is geveld, want die gaf hij aan Bonanno. En daarop is The Godfather geïnspireerd op dat figuur. En die is geveld voor 36.000 euro. Was wel helemaal aangetast, dat horloge. Maar gewoon als historische waarde. Wow. Toch 36.000 euro. Wauw. Ja. Mooi Italiaans. Ja, en die Italianen, die droegen ook altijd pakken, double breasted, et cetera. Dus dan past zo'n horloge er veel beter bij. Dus dan hebben we Pablo Escobar, Lucky Luciano. Wat hebben we hier? De gulden middenweg. We missen nog een Aziat in het rijtje. En de allerprominentste is de oprichter. Of tenminste, niet de oprichter, maar de belangrijkste personage uit de Yakuza. En dat is Yuri Yanagawa. Yuri Yanagawa. Ken ik niet. Ja, dus hij was eigenlijk een van de grondleggers van het machtskartel wat zich in Japan onder andere ontvouwde. Wow. Dus de Yakuza. Hij leeft niet meer. Zijn horloge is wel geveld. En hij had zelf de Patek Philippe Nautilus in het goud, diamond encrusted, vergelijkbaar model met dit. Zijn horloge ging net iets onder de ton, maar is alweer een tijdje terug. Die prijzen zijn geëvalueerd. Dit horloge, de waarde daarvan is nu 1,5 ton. Wow, dus en die andere zal ook wel weer dubbel zoveel waard zijn geworden. Zeker, en toen was dat ook echt een van de allerduurste horloges die je kon veroorloven. Dus veel kostbaarder was er niets. Maar is er dan, worden dan, als dit soort grote criminelen dit soort horloges hebben gedragen, worden die horloges dan standaard meer waard? Of dat is een moeilijke discussie. Er zit toch een magie omheen? Ja, zeker. Dat is ook zo. En je ziet het ook met beroemde mensen, hun horloges. Dus de Cartier Tank van Jackie Kennedy. Of de horloges van Obama, bij wijze van spreken. Dat heeft sowieso een meerwaarde. Maar met criminaliteit gelieerd wordt het toch altijd een soort moeilijker verhaal. Ja, maar het is toch een statussymbool. Je ziet altijd zeker dat ze of mooie horloges hebben, mooie auto's. Hoort allemaal bij elkaar. Het is een soort van onlosmakend met elkaar verbonden, zeker, toch? Zeker. En ze willen dat ook graag uitdragen. Het is een deel van je machtspositie, heb je om je pols. Het was ook nog zo dat vroeger de mannen aan de bovenkant van de keten, die mochten dan bijvoorbeeld wel een D-rit om, maar dan mochten de onderste jongetjes, die mochten geen D-rit dragen, want die waren daar lager. Wow. Dus die mochten geen goud dragen of een goedkoper model, want het duurste horloge was alleen weggelegd voor de belangrijkste baas. Ja, en dit is een van de duurste horloges ooit gemaakt destijds. En de baas van de Yakuza droeg dus deze? Yes, sir. Verschillende groepen criminelen. Ja. De laatste valt er weer compleet buiten. En het is echt een witteboorden crimineel. Wel de grootste witteboorden crimineel uit de geschiedenis. Vrij recent ook nog eens. En dat is Bernie Madoff. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, zeker. Die heeft veel miljarden. Ja, echt crazy. Ja. Die had dan ook een flinke collectie. 46 horloges zijn van hem onder de hamer gegaan toen hij onder curatele stond. En ontmaskerd was met zijn Ponzi scheme. En je ziet dan ook heel duidelijk dat hij meer low-key wilde blijven. Dit is echt typisch... Ja, low-key. Ja, het zijn vrij ingetogen horloges, zijn allemaal staal. En het zijn typische horloges voor Wall Street, voor de beursmagnaten. En de bovenzijde hebben we een IWC Portugieser, 3714. Mm-hmm. Met een bescheiden waarde van 6.000 euro. In het staal uitgevoerd. Hij bleek ook een liefhebberij te hebben voor horloges met een mechanisch kunstje. Zo hebben we de Reverso. Waarbij je de kast kan omdraaien. Nee. Zodat je hem weg kan toveren. Het meest nutteloze wat ik ooit in een horloge heb gezien. Het was heel belangrijk. Vroeger bij polospelers kon die bal op het glas komen, ging het glas stuk en konden ze hem zo wegdraaien. En opeens is het niet meer nutteloos. Dus als je gaat polospelen, neem zeker je Jaeger LeCoultre Reverso mee. En Cartier had daarvan de basculant. En die had hij ook. En de basculant werkt ook als volgt. Dus die kan je ook omdraaien. Oh shit. Oh, ja. En weg is hij. Ja, moet je wel voordat je gaat polo spelen, zit je op je paard zo. Daar word je niet vrolijk van. Dus okay. Dit is een van de... Hij had deze dus... Hij had deze en tot slot had hij nog een aantal mooie sport Rolexen, waaronder een Explorer en een vintage Submariner 5513 die we hier aan de voorzijde hebben voor net iets boven de 12.000 euro. Wauw. Maar ondanks dus zijn miljardenfraude hield hij zijn horlogecollectie
vrij gespecialiseerd en beperkt in waarde. Dus hij had er 46. 46, die zijn er van hem geveld. En die deden in totaal, als ik me niet vergis, rond 500.000. Dus het viel wel mee, zeker als je kijkt naar zijn inkomsten. Zeker. En zijn ook... mensen met al één horloge van 500.000, weet je? Ja, dat is heel lijp. Ja. Maar zo zie je dus dat er verschillende groepen criminelen zijn die ook echt verschillende soorten horloges droegen. Ja, verschillende stijl, verschillende tijd, verschillende En als we dan uitstaan. Kijken naar criminelen in Nederland, hebben we er daar een paar van waarvan je weet dat ze wat dragen? Zeker. Ik weet niet of ik dat moet zeggen hier allemaal. Jawel. Ik weet het niet. Kom jij als beveiliger voor mijn deur staan? Nee. Komende periode? Nee. Nee, zeker niet. Ik ren gewoon. In de horlogewereld is het wel een geliefd onderwerp. Of tenminste, in de criminele wereld is horloge een geliefd onderwerp. En zeker de oude Pinoza had er een handje van. En het werd ook gebruikt als ruilmiddel. Mensen werden betaald met horloges. Hits werden betaald met horloges. Of respect werd omgekocht met horloges. En dus dat is iets wat je veel terugziet. Maar ja, bijvoorbeeld Holleder, de neus. Die had een of andere puinhorloge waar hij werd gesponsord door... Ja, Keyboot. Ja, dat is... Dus daar hebben we niet heel veel over te vertellen, denk ik, man. Nee, oké. Okay. En dan hebben we bijvoorbeeld, als ik ook denk aan een grote crimineel, dan hebben we het over Al Capone bijvoorbeeld. Wat droeg hij? Ja, Al Capone die droeg ook een Rolex, een Grasswatch, een Prince. Ja. Echt een heel klein modelletje. En Al Capone was best een grote man, ook in zijn aanzien. En toch droeg hij een heel klein horloge. En dat vind ik het uitstekende voorbeeld van dat de grootte van je horloge helemaal niet zegt over je uitstraling of je statuur in een bepaalde sector. En welke van de criminelen, als je nu ze allemaal bekijkt, jij bent daar gespecialiseerd in, je weet wat iedereen droeg. Mm-hmm. Wie had dan de beste stijl? Lucky Luciano. Ja? Ja, en ook qua stijl zelf vind ik Lucky Luciano er echt uitspringen. Ja. Dus echt die dresswatch met die mooie Italiaanse pakken, sophisticated, ja. Haartjes achterover gekamd. Ja, dat vind ik zelf het tofst. Wauw. Krijg ik het meest romantische gevoel bij ook. Ja, ik vind het keihard. Dankjewel, Jas. Graag gedaan. Ik denk dat ik weer meer en genoeg weten. Weten jullie nou nog criminelen die horloges droegen? Laat het even weten in de comments. Ik vind het leuk om te weten hoe dat allemaal zit. En misschien weten jullie wel nog meer. En zijn er dingen die Jasper nog niet wist en ik ook niet. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, dat is ook heel erg belangrijk. En zoals ik in het begin van de video al zei, we gaan een nieuwe serie maken waarin jij jouw horloge hierheen kan brengen en kan laten checken. Laat even weten of je dat zou willen. Laat ook even in de comments weten of jij horloges hebt die jij zou willen laten checken. Gooi je horloge naar Jasper toe op de DM, Amsterdam Vintage Watches. Hij gaat het checken, je krijgt er zelf een berichtje terug. Wat moeten ze doen? Fotootje sturen? Fotootje, het verhaaltje erbij. Dus heb je hem gekregen van je opa? Heb je hem gevonden op straat of op zolder? Wat is het horloge? En dan gaan wij kijken of we je kunnen uitnodigen in de studio. Het kunnen alle soorten horloges zijn, maakt niet uit wat. Stuur het gewoon, we gaan het checken en dan laten we je misschien overkomen. En kom je wel in de nieuwe serie. Gezellig. Keihard. Vergeet niet even Amsterdam Vintage Watches te volgen op Instagram. @DayOneLifestyle op Instagram. @JJBoske. @JasperLijvering. Volg ons allemaal. Ciao. Dit was hem. Day One.